Goedemorgen. Warenhuis V&D vraagt uitstel van betaling aan. Dat heeft de FNV zojuist bevestigd. Het personeel zou om 9 uur vanochtend worden ingelicht over het besluit. Het gaat al langer niet goed met V&D. Begin dit jaar besloot het warenhuis dat het personeel bijna 6% loon moest inleveren. Uiteindelijk ging dat niet door, maar er verdwenen wel zo'n 400 banen. Ook maakte V&D afspraken met de verhuurders van de winkelpanden, waardoor de huur omlaag ging. Investeringsmaatschappij Sun Capital investeerde daarbij tientallen miljoenen euro's in het warenhuis. Bij V&D werken ongeveer 10.000 mensen. Vertrekkend korpschef Gerard Bouwman is ervan overtuigd dat er een terroristische aanslag komt in Nederland. Dat zegt hij in de Telegraaf. Volgens hem is Nederland een van de weinige plekken waar nog geen aanslag is gepleegd. Voor hem staat dan vast wie het er komt. Hé hey, meneer. Wat kijkt u vrolijk vandaag? Ja, ik ben een nieuwe ambtenaar van Den Haag. Ik ben Barney. Ik ben Barney. Hé, hey, hartstikke lach hier. Ik ken alleen maar Haags lullen. Ja, ken je alleen maar Haags lullen dan? Meneer, waarom moet u zo lachen dan? Ja. U hebt een leuk accent. Ja. Absoluut. Ja, maar... Meneer Barney. Ik weet waar u bent nu toch? In Den Haagse Zuiderpark? Ja, vertel eens. Dat heb je niet in Leiden, hè, wel? Een ja, park. Een klein parkje. Maar nou, voor de honden uit te laten lezen. Voor de honden uit te laten, ja. Ja. Zeker weten. Ja, oké. Maar heb je wel eens gehoord dat ik ook pijltjes kan gooien? Ja, dat je was toch een vlammenwerker? Ja, met dat ronde bord, weet je wel, met drie van die pijltjes. Ja. Maar jij die, ben jij dat? Dan gooi ik zo in de roos, weet je wel. Oké. En dan is het klaar. Oké. Vertel, je wou iets over het Zuiderpark vertellen. Ja. Dus het Zuiderpark is 100 jaar geleden gemaakt. Okay. Allemaal mensen die geen werk hadden, dus die hebben ze aan de slag gezet. Maar het is best mooi geworden, hè? Ja, ze hebben er wat van gemaakt. Een beetje Vondelpark, als Amsterdam, ja, net als het Vondelpark. Als Amsterdam, maar ja, dan twee keer zo groot, hè? Het Vondelpark. Ja. Dus dit is iets bescheidener, hè? Iets bescheidener, ja. Maar ik ben de ambtenaar. Ja, ik ben de ambtenaar, hè?
Ja, ja. Uit Leiden. Een ambtenaar uit Leiden, ja. Ja. Die werken nu in de dag. Nee, dat is deze in de oorlog, joh. Dat is een beetje... Deze in de oorlog. In de oorlog, ja. Zeker weten. Je had van de crisisjaar net verteld. Ja, ja, daar hadden ze het park gemaakt hier, waar we nu staan. Oké. Het was gewoon een hutje op de hei, zeg maar. Daar hebben ze de boom in gemaakt, en wandelpaden en fietspaden. En er komt nou een nieuw stadion met voetbal. Ja, dat is campus, was campus. Het project van mij. Ja. Ze hebben wij Leiden laten komen, want ze hadden te weinig ambtenaren in Den Haag. Ze zeggen, komt die meneer Rudolf naar Den Haag toe. Dus, maar Rudolf wil alles plat hebben, hè? Alle bomen weg. De bomen, het is een mooie park, maar ik hou niet zo van die bomen hier. Je houdt meer van wolkrabben. Ja, zoiets, ja. Nou, dat is een geintje hoor, maar als ik dat doe, krijg ik ruzie met de Hagenezen, hoor. Ja, ja, ja. Maar je kan gewoon de park verplaatsen, naar die oude wijk. Goh, die oude wijk ben je verplaatst. Ja, de oude wijk is prachtig. Allemaal huurwoningen, allemaal veldwoningen maken. Daar maak ik ook koopwoningen van. Er wordt Den Haag ook nog meer... Eengezinswoningen. Nou ja, de 10-gezinswoningen mogen ook hoor. 10-gezinswoningen? Ja, we doen dat. Allemaal mensen bij elkaar zoeken. Ja. Kelderboxen. Voor de vluchtelingen uit de... Ook nog. Daar heb ik iets van gehoord, ja. Ja. Ze komen lopen, hè, die lui helemaal, hè? Nou willen ze vluchten uit New York naar Nederland. Oké. Ja, dat vind je Amerika niet zo leuk. Dus dan gaan ze weer vluchten. Maar die vluchtelingen die... Leiden gaan ze ook allemaal vluchten naar Den Haag. Want ik ben natuurlijk weg uit Leiden. Dus dan moeten ze vluchten uit Leiden naar Den Haag. Leiders omgekeerde leiders omzetten. Zoiets, ja. Ja, okay. Maar dat is wel vervelend, zeg. Maar kunt u er concreet iets aan doen dan? Aan het park of ja, aan de oude woning? Aan het probleem, zeg maar. Nou, aan de problemen kunnen we alles doen, joh. Ja, alles is een oplossing dus. Alles is een oplossing. En jij? Ja, ik ga... Je kan wel een beetje met die pijltjes gooien dan. Ja, ik ga ook wel eens naast het bord, joh. Ik weet niet of jullie ook wel eens naast de... Naast het project. Poppies, naast het project. Dat het weer extra gaat kosten en zo. Ja, dat je op moet stappen als ambtenaar. Dat stadion kost pakken met geld. Ja, maar ik bedoel, moest ik gaan bouwen hoor, maar. Maar ik neem aan dat af en toe ook koppenrollen bij jullie. Dat er in één keer eentje weg moet als er iets fout gaat. Ja. Straks moet het stadion weg. Dan bent als we niet kunnen betalen, moet het weg. Maar dan bent u. In plaats van Leijenaar, dan ben je in één keer wethouder van Delft of zo dan? Ja, misschien ga ik volgende keer naar Delft om wethouder te worden. Ja. En dan ga ik voor de premierschap in Nederland. Vind ik echt helemaal cool. Oh, fantastisch. Beetje Rutte spelen. Wie vindt je leuker? Rutte of die Bakkelende? Ik vind meneer Klaver wel lachen. Oh, we gaan terug naar de jaren 60. Okay. Want dat was beter, dan had je Drees. Je kon een nieuwe Drees worden hoor. Ja, die ken ik niet. Nee, Jan Schee was een goede premier, dat wil je niet weten. Op een gegeven moment ben ik gestopt met school. Ja. Ik was zoveel met die pijltjes bezig. Ik kon school er niet bij. Je hebt geen vijanden, alleen maar vrienden. We lopen nog niet. Oké. Nou, ik wil je bedanken voor het gesprek. Oké, Rudolf. Ja, ik ben een nieuwe ambtenaar uit Den Haag. Ben je uit Leiden gekomen? Je bent Rudolf, maar je bent niet de kerstman toevallig. Nee, ik ken de kerstman wel, maar Sinterklaas is leuker. Ja. Ik ben van de oude stempel hier. Ja, ben jij van een oude stempel of een nieuwe stempel? Oké. Oh, dat ga je niet horen, meneer. Ja,
Ja, ik sta hier in Uiterwijk, Rudolf Uiterwijk. En hij is van de gemeente Den Haag. En we staan hier eigenlijk in de Rozentuin. Het is een heel mooi plekje in het Zuiderpark. En ja, hij gaat iets vertellen over nieuwe plannen, wat er allemaal gaat gebeuren in het Zuiderpark. Rudolf, wat... Ja, welkom. Ja. Leuk je weer te zien. Ja, dat is een tijd geleden. Je bent toen uit Leiden naar Den Haag gegaan. Dan ben je bij de gemeente gaan werken, hè? Bij de Leidse school hebben we samen gezeten, weet je nog? Ja, ja. Ja, dat was een lange tijd geleden, hoor. Dat is een lange tijd geleden. Ja, dat was een lange tijd geleden. Ja, want jij bent echt een Leidenaar en ik... Ik woonde eigenlijk een beetje aan de rand van Leiden, dus ja, ik spreek dan op een heel andere manier, een heel ander accent heb ik. Ja, ja, ik begrijp het. Maar ik praat nog steeds Leids. Waarom praat jij dan niet Leids dan? Nee. Je kan je dat niet meer? Ik kan het niet. Maar hoe ben jij in Den Haag terechtgekomen? Hoe kan jij je als Leidenaar hier handhaven? Lukt dat een beetje? Ja, ik woon nog steeds in Leiden hoor, maar ze hebben me uitgenodigd voor die ambtenarenklus. Ja, en ze hebben hier een hele mooie park, de Zuiderpark. Ik vind het helemaal geweldig hoor. Ja, wat gaat er eigenlijk gebeuren? Ik zie een soort stadion in aanbouw. Is het een nieuw stadion van ADO? Ja, ADO Den Haag. Ik mocht lekker regelen hoor. Ja, het is helemaal geweldig dat ik dat stadion mag regelen van de gemeente Den Haag. Het is helemaal geweldig, we mogen hem regelen, dat stadion. Ja. De voetbalfans zijn helemaal blij hoor. Is er nog een lange voorbereidingstijd aan vooraf gegaan of valt het wel mee? Kwestie van jaren hoor. Ja. Kwestie van jaren. Want het is een gigantisch project eigenlijk, hè? Ja, echt een gigantisch project. Heel erg duur ook. En ik wil Rudolf bedanken voor zijn toelichting. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Tot de volgende keer op de week. Ja, meneer Gregelmeijer. Ik ben de ambtenaar van Den Haag. Helemaal Leiden overgekomen. Waar klasgenoten in het verleden, weet je nog. Ja, u werkt tegenwoordig in Den Haag, hè? Ik werk in Den Haag. En jij was een klasgenoot van mij vroeger. Ja, ja. En we gingen altijd erop uit in Leiden. Ja, dat was leuk. En dat was erg leuk, maar dan ben ik ambtenaar van Den Haag geworden. Hmm. Dus, en ik voorzie vooral subsidies. Zoals u weet, meneer Gregelmeijer, en u bent afhankelijk van onze subsidies. Ja, van het programma. Subsidies ook voor de televisie natuurlijk, hè? De televisie, wij geven heel veel geld aan de televisie uit. Dus wij willen goede programma's hebben. En de burgemeester van Den Haag wil heel graag goede programma's. Ja, ik heb laatst nog een programma gemaakt over Den Haag. En dat vergelijk ik dan met het menselijk lichaam. Ja. En we staan hier toevallig voor een kaart ervan. En... ja, ik heb dan Den Haag echt vergeleken met sommige delen van Den Haag met longen, hè, de groenvoorzieningen en zo. En natuurlijk omdat er veel regen op Den Haag valt, het is met menselijk lichaam ook, bestaat ook voor het grootste gedeelte uit water. Ja, 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 ik hoor dat. Wij zijn altijd heel erg streng met uitzendrechten tegenwoordig. Komt er veel veiligheid op televisie en we vinden het rare verhaal van die. Dan is dit toch een verademing, denk ik, hè? Oké. Maar de volgende uitzendingen willen we graag eerst bekijken voordat het uitgezonden wordt. Want wij gaan over de subsidies natuurlijk. Ja, want ik ga leuke programma's maken over natuur. Dus dat is ook best zonder geweld, cultureel en interessant voor de mensen. Ja, want we hebben heel veel dingen die op televisie komen. En wij willen heel graag dat de kijkers allemaal tevreden gehouden worden. Dat snap ik, ja. Ze willen graag voetbal zien. Jij hebt geen voetbalprogramma. Nee. Daar zijn weer andere zenders voor. Daar zijn weer andere zenders voor. Een beetje de diepgang erin brengen. En, ja, dat is een beetje educatief. Dus de educatie is heel belangrijk.
Maar we willen heel graag goede programma's steeds. Want wij werken met de subsidies en zo. Wij moeten alles ook goedkeuren van tevoren. Jullie hebben een beetje vooruit gewerkt en dat vinden we niet zo heel erg leuk. Dus we willen graag de uitzending nog goed. We moeten van tevoren eventjes indienen wat we van plan zijn. Ja, dat wil de burgemeester graag. Ach. Ja, en de wethouder is ook graag en ik ben de ambtenaar, ik moet het uitvoeren. Nou ja, het is geen probleem, dan dienen we een voorstelling of zo en dan kijken we of het goed gekleurd wordt. Oké, laten we dat doen, meneer. Ja. Thank you.
Een van de belangrijkste onderwerpen in de Bijbel is de eindtijd. En Daniel heeft in de leeuwenkuil gezeten, niet voor niets. Maar daarna kreeg Daniel verschillende gezichten. En we gaan Daniel 7 lezen en Daniel 8 en een stuk uit Openbaring. En we beginnen met Daniel 7. Het droomgezicht van de vier dieren. In het eerste jaar van Belteshazzar, de koning van Babel, zag Daniel een droom en gezichten die op hem, op zijn legersteden, voor ogen kwamen. Daniel, is de thee al klaar? Ja, hier ben ik. Ah, lekker. Kijk, dit is jouw thee. Merci. Tante? Kipios? Oh nee. Nee. Ja, burgemeester. Ja. Ja. Oh. Ik moet toch gestuurd. Ja. Ja.
die moet verstuurd, zo weet u. Ja, burgemeester. Dat is gewoon zo. Tot ziens. Welkom bij een nieuwe vlog van Gregor Meijer, dat ben ik. En bij de geur van een heerlijke geur van een wierookstaafje heb ik hier een gesprek met Henny Moensel. En die noemt zich nog een lekkere oude hippie uit de tijd van Armand van de jaren 60, de hippiesperiode. En hij is nog steeds een hippie in hart en nieren. Henny, welkom in dit programma. Ja, dankjewel, Gregor. Wat gaat er in jou om in deze tijd als hippie? Hoe ervaar jij deze tijd? Nou, ja, ik sta als hippie. Ik ben natuurlijk ook bezig met mijn geest. Het stoffelijke lichaam heb je. En dan natuurlijk het materiële. Ik geloof dus zelf in de gnostiek. En wat is dat precies, gnostiek? En het is de bedoeling dat we ons bevrijden van het stoffelijke. Net zoals we dus de opstanding uit de stoffelijke wereld, zoals ook Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Dat is ongeveer wat de gnostiek inhoudt. En dat zou ik eigenlijk willen zeggen tegen de moderne mens. Dat je, maak je los van het stoffelijke, richt je op het geestelijke. Dat wil zeggen, wat gaat er met je geest, met je ziel gebeuren na de dood? Dat is ook natuurlijk een belangrijk punt. De meeste mensen staan er niet bij stil, maar willen de dood juist verdringen door allerlei dingen, materiële dingen, dat je zegt van waar ben je mee bezig? Met zuipen, met eten, je richt op dure spullen en weet ik wat al niet meer. En dan zou ik zeggen van mensen, kijk nog eens naar jezelf, kijk naar binnen, kijk naar je ziel, naar je geest. Want dat is toch wel het belangrijkste wat een mens heeft. Trouwens, een heerlijke geur die hier ook. Ik heb het evangelie van Thomas. Dan kan je het vijfde evangelie noemen. Dat heeft ook weer met de gnostiek te maken. Mensen die erin geloofden werden vroeger als ketters verbrand. Het heeft overeenkomsten met de Bijbel en dat kan je niet ontkennen. Het zijn toch ook mensen, dingen die belangrijk zijn. En ook als je als christen moet je daar toch ook rekening mee houden dat er zo'n leer bestaat. Ja, dankjewel voor dit gesprek. We weten nu weer iets meer van hoe een hippie van vandaag over de tijd van nu denkt. Ja. Graag gedaan. Ja, dit was weer een interessant gesprek met iemand, een kennis van mij, Henny Moensel. En die wilde ik graag in mijn programma hebben. Ik zou zeggen, tot de volgende vlog.
Ja, ik loop hier te zoeken, maar ik kan het niet vinden. Een wit gebouwtje. Even kijken. Ja, er staan hier vier witte gebouwtjes, maar... Kant van het reisweg. Ik ben hier iemand tegengekomen die we al een hele tijd niet gezien hebben. Dat is namelijk Ronald. En Ronald, jij kent Tim ook toch? Ja. Ja, die heb ik laatst een keer gesproken. Dat is de broer van Lex. Ja. En van Johnny Matti. Oké. En jij hebt waarschijnlijk ook Gregor Meijer nog gezien. Dat ben ik. Ben jij dat? Ja. De vlog van Gregor Meijer, dat ben ik. Ik ben blij mee, lekker. En heb je nog de vlog gezien dat ik met Henny Moensel zat te praten? Oh ja, zeker over de gymnastiek. Ja, inderdaad. Ja. Wat vind jij ervan? Nee, dat zie ik helemaal niet zitten. Naar mij naar buiten. Dus jij plaatst er toch wel je vraagtekens bij wat Henny heeft gezegd. Waar is je schoondochter? Is het een leer die met de Bijbel te maken heeft? Nee, nee, het is geen leer die met de Bijbel te maken heeft. Nee. Want Henny legt dus uit dat het ervan uitgaat dat de wereld niet is geschapen door God, omdat het niet kan, omdat er zoveel slechte dingen gebeuren in de wereld. Ja. En het is dus eigenlijk geschapen door een demiurg, iemand anders. En het gaat om de zelfbewustwording van de mens eigenlijk. Bewustwording? De mens staat centraal, ja, bewustwording van de mens. Dus jij bewustwording? Zeg je? Nee, wat zei je nou, bewustwording? Ja, bewustwording van je eigen mogelijkheden, zeg maar. Ja. En daardoor boven jezelf uit te stijgen. Oh, ja. Misschien dat je nog kan herinneren van die vlog. Ja. Maar jij bent het er geloof ik ook niet mee eens, hè? Nee. Oké. Okay. Nee hoor. Echt. Want jij bent dus ook eigenlijk zuiver van de leer van de Bijbel. De Bijbel, ja. Wat jij dus... Wegwezen, dus. En dat jij had misschien ook begrepen dat het een valse leer is. Valse leer, ja. En wat was er ook weer mensen die een valse leer aanhingen, dat... Dat is niet goed, hè? Nee. Nee, ik ben blij. Ik vind het leuk om je weer te zien, want... Jij bent toch een beetje de vader eigenlijk geweest van een soort vader voor Timo, hè? Ja, ja. En hoe gaat het nou? Goed hoor. Ik zie dat je boodschappen hebt gedaan. Ja. Ja, misschien dat we elkaar nog een keer kunnen spreken. Ja. Want... jij gaat nu kijken in je werkplaats, geloof ik, hè, waar je werkt. Ja. Misschien dat ik er nog een opname van kan maken. Ja. Dus dit is het gebouwtje waar je werkt, Roland. Ronald. Hier is het schoolgebouwtje. Vind je het leuk? Ja, ja. En waar zit jij precies? Nee, gewoon hier aan de andere kant. Aan de andere kant.
Malachi 3, 6 tot en met 12. Oproep tot bekering. Voorwaar, ik ben de Heere. Ik ben niet veranderd en gij kinderen van Jacob zijt niet verteerd. Van de dagen uw vaderen af zijt gij afgeweken en van mijn inzettingen hebt gij ze niet onderhouden. Keert terug tot mij, dan zal ik tot u terugkeren, zegt de Heere der Heerscharen. Mag een mens God beroven, toch berooft gij mij. En dan zegt gij, waarin beroven wij u? Gij volk in het geheel, breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijzen zijn in mijn huis en zegen in overvloed zou uitgieten. Dan zal u ten goede de afvreter dreigen, opdat hij de vrucht van uw land niet verderven en opdat de wijnstok op het veld voor u niet zonder vrucht zijn. En alle volken zullen u gelukkig prijzen, omdat gij een land van welbehagen zijt, zegt de Heere der Heerscharen. God, dat is een mooi onderwerp voor een preek. Dat u zit toch in het strijkijzer? Zou dat het zijn? Ja, u zit in het strijkijzer, dat is het tegenover. Daar ben je, Gregor! Ah, eindelijk! Eindelijk, joh!
Waar ben je nou allemaal van deze kant? Ja, ik was aan het zoeken waar ik zo gauw waar ik het moest vinden. Dit is het. Ons paleis. Ga zitten. Het is nog koud, zeg. Heel koud. Oh, dus dit is het huis van Patrick geweest. Ja, zeker weten. Het is het huis van Patrick. Ja, dat hij rust in vrede. Ja, ik dacht eigenlijk, ik had helemaal niet verwacht dat je in dit gebouwtje zou zitten. Want het is wel een heel apart gebouwtje, dus ja, er zit niet zomaar iedereen in natuurlijk. Nee, absoluut niet. Het is een kapitaal waard geweest. Ja, dat zal best wel, ja. Maar het ziet er prachtig uit hier. Ja, mijn computer, onze televisie. En ja, eigenlijk ook monitor. Wij doen alles vanuit voor de televisie. Dan gaan die dingen zijn aan elkaar gekoppeld met HDMI. Mooi. Ja. Ja, dat is hartstikke mooi. En ja, waarvoor we je uitgenodigd hadden was... Ja, dat ben ik benieuwd naar, ja. Dat was iets... wij hebben iets op televisie gezien, op de TROS. We weten dat u uw eigen vlog heeft, maar er zitten nog wat haken en ogen aan. U komt nou een half jaar bij ons in de gemeente en plotseling duikt er een video op van u en Henny Moensel. Oh, over de glossiek. Ja, ik had Henny Moensel uitgenodigd, want ik nodig wel meer mensen uit die iets interessants te hebben vertellen. En Henny Moensel die had het over de gnostiek, dat vond ik wel een interessant onderwerp, maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat ik daar compleet achter sta. Nee, maar wat het hele grote probleem is, mensen van onze kerk en donateurs belden ons op van wat is dit voor een ongeheim, zeg maar. Ja, dat kan me voorstellen. Ja, het dat... is natuurlijk helemaal in strijd met de leer, de zuivere leer. Ja, want daar zegt Henny Moensel ook nog dat ja, iedere christen zou moeten gaan lezen en dat soort dingen. Maar helaas, zo werkt dat niet. En hele boze mensen van, ja, wat is die Gregor Meijer nou aan het doen? Want, ja. Dus, nog geen week later, ik geloof, zijn uitzending daarop, krijg je een telefoontje van Ronald. Ja, ja, ja. En die was ook niet al te blij, want nee, die had hem opgenomen. Hij had nog gesproken met in een vlog en die was het er ook helemaal niet mee eens. Dat kon je wel duidelijk merken. Ja, hij was ook boos dat het op televisie geknald was. Hij dacht alleen maar dat het een proefopname was. Ja. Dus ja, dat zijn niet zulke mooie dingen natuurlijk. Maar hij heeft het in ieder geval in die vlog heeft hij het wel kunnen weerleggen allemaal, wat Henny Moensel heeft gezegd en dat hij in ieder geval absoluut er niet mee eens was. Dus dat is waar. Dat weten we. Ik ben in zoverre met de gnostiek eens dat ik de wederopstanding van de menselijke geest, dat de mens opnieuw herboren wil worden, staat dan gelijk met de wederopstanding van Jezus, met Pasen. En daar ben ik het wel mee eens, maar, ja, maar dat de wereld mensen... geschapen zou zijn door iemand anders dan God, daar ben ik het dus niet mee eens. Maar wij weten allemaal dat de mensen worden aangeraakt door de Heilige Geest. De Heilige Geest komt over de mensen en zo worden ze herboren. Dus er is geen andere weg dan dat de Heilige Geest over ze komt. Dat is waar. Ja, nee, ik hoop dan in ieder geval dan Henny Moensel binnenkort erover te spreken. En, of misschien dat jij misschien Henny Moensel wil spreken, ik weet ja, niet. Misschien is dat wel een handig iets, ja. Nou, nee, dan zal ik in ieder geval doorgeven aan Henny dat jij hem graag wil spreken. En dan komt misschien toch tot een vruchtbaar gesprek erover. Ja, ja. Wij hebben heel bewust nu ook een video gemaakt van de reden over de laatste dagen. Die komt heel binnenkort ook op televisie. En daar bespreken we dit soort dingen ook. Dus
Alsjeblieft, meneer Vegelmeijer, houd rekening met de anderen, want we krijgen echt enorme grote hoeveelheden klachten. We snappen dat u graag creatief wil zijn, maar wij moeten ook uitkijken voor het imago van onze kerk. Want u komt vaak in de kerk, iedereen van die de tros kijkt, die kent u ook van de kerk. Dus precies, vandaar. Ja. Nee, ik zal er dan in ieder geval rekening mee houden en dan hoop ik dat Henry Moensel ook tot andere gedachten komt, maar ik vrees van niet, maar je weet het nooit. We kunnen het altijd uit gaan proberen. Ja, dus heel veel succes. Ja. 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 En zeker wijs de mensen ook op, en ook Henry Moensel, over de reden over de laatste dagen. Dat is een televisieuitzending van ons. Ik ben benieuwd, ja. En daar gaan wij dieper in, heel bewust op de dwaalleren en de dwaalleraren en waarom en wat en hoe. Ja. Oké, okay, ik ga het zeker bekijken. Ja. Ja. Oké, okay, bedankt voor uw komst. Ja, graag gedaan. Wij moeten weer verder met werk. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik zal u even uitlaten. Ik loop hier even naar de overkant toe, naar het strijkijzer. Ik kon me totaal niet voorstellen dat je in dit gebouwtje zat. Dus, nee, dat is raar, want ja, het is een grote gemeente. Hij kon het maar niet vinden en toen kwam er ook nog iemand op het Rijswijkseplein op me af. Die vroeg de weg naar het Hollandspoor en ik werd verwezen naar het Centraal Station. Dus ik was helemaal in de war. Maar het is allemaal goed gekomen, gelukkig. Oké, okay, bedankt voor de komst. In ieder geval tot ziens dan, hè? En, je kunt twee kanten op gaan. De positieve kant en de negatieve kant. Ik verkies voor de positieve kant. God vergeeft me dus. Maar vergeet niet dat wie de naam van God ijdel gebruikt, dat is een overtreding van een van de 10 geboden. Nee, ik geloof niet. Je vloekt wel, maar denk niet. Denk niet dat je dit zomaar kunt doen. Nee, ik geloof niet, nee. Nee, je kunt het niet zomaar doen.
Waarom moet je het zo moeilijk doen, Daniel? Ik ga niet geloven in de... morgen zie je al je. Morgen kan het te laat zijn als je vandaag niet bekeert. Morgen zie je wel. Weet wel. Dat niet dat wat jij zegt, het kan waar zijn, kan niet waar zijn. Als je vandaag niet bekeert, dat morgen afgelopen kan zijn. En waar ben je dan in de eeuwigheid, vriend? Houd erop. Ik geloof niet. Ik ga ook niet geloven, hoor. Nee. Nee. En waarom zeg ik dat dan? Ja, vandaag bekeren. Vandaag bekeren. En dan, als ik me niet bekeer, dan ben ik morgen dood. Zeg je dat dan? Ja, godver. Jouw houd erop. Houd erop met de evangelie. Maar dan nog. Je eeuwigheid. Als je in de eeuwigheid gescheiden bent van God, dan staat het er heel slecht voor, vriend. Denk niet zomaar dat het zomaar is. Oh ja, hier heb je die Bijbel, hè? Hier heb je die Bijbel. En je gooit met die Bijbel. Je gooit zomaar met de Bijbel. Dat is niet goed. Je kunt er niet mee spelen. Je kunt niet strijden met het geloof. Van de strijkijzer. Ik zeg je, ik heb tot de Heere gebeden. En er zal niets met dit gebeuren. Dit strijkijzer blijft staan. Er zal niets gebeuren. Het zal verijdeld worden. En ik weet dat als God spreekt, dat God gaat spreken. De aanslag zal verijdeld worden. Hello, my name is Michael A. Deller. By the grace of God, I am the author of the book 10 Things You Must Know About Jesus Christ. This book, the inspiration... Dames en heren, ik sta hier in Moerwijk bij een hele mooie kerk. Dat is de Cypruskerk. En ik zal hem even laten zien. Met een mooie toren erbij. En het is toch wel een kerk die al er heel lang staat, ik denk sinds de jaren 60. Het is vrij winderig weer. Zien we het park Overvoorde. Het staat er nu heel erg kaal bij. Maar in de zomer ziet het er echt prachtig uit. Aan de andere kant zien we in de verte. Dat is meestal daarachter. Achter die huizen bevindt zich verderop het Zuiderpark.
Jezus, wat zie ik nou? Ik zie geloof ik iemand aankomen lopen die me bekend voorkomt. Waar is die nou? Hij staat daar op het hoekje. Hij gaat geloof ik oversteken en ik denk dat het iemand is die ik al een keer heb ontmoet. Hoe heet hij ook alweer? Hij lijkt heel erg op iemand. We zien hem nu aankomen lopen. Ja, dat is Johnny Matti. Hey, Johnny Matti. Hoe gaat het? Nee, ik ben geen Johnny. Ik ben de broer van Johnny. Oh, je lijkt heel erg op hem. Ja. Ja, ik ben de broer. Ik ben de vervanger van Johnny. Johnny is achter zijn broer aan. Oh, ik lijkt Timo. Heel erg op hem. Ja, ik dacht al, wat komt er nou aan? Het is Johnny Matti, maar jij bent dus Daniel. Ik ben Daniel, de vervanger van Johnny Matti. Johnny Matti, de tv-evangelist, die mijn collega zeg maar bij de tv. Ja, hij is... Want ik ben nu vlogs aan het maken voor mijn programma. Oké. Ik ben Gregor Meijer, ik ken hem misschien wel. Heb je wel eens mijn van de televisie, gezien? Ja. Ja, ja oké, want het vindt wel leuk dat jij dan de broer bent van... Maar wat doe jij in deze buurt? Ben jij hier geboren of woon jij hier? Nee, ik kom uit de buurt van uit dezelfde streek als Johnny. Dus maar jij gaat hier wel naar deze kerk of naar de Cypruskerk of niet? Nee, ik kom hier lopen, zoals je ziet. En, maar je was toevallig in de buurt, maar je gaat niet naar deze kerk? Nee. Dat doe ik niet. Wij doen alles vanuit het huis van Patrick. Aha. Dus de samenkomsten zijn in het zaaltje bij Patrick. En de studioopnames zijn in het strijkijzer. Oké, en wat is jouw overtuiging, jouw religieuze overtuiging? Geloof je ook in God en van de Bijbel? Ik ben samen met... Johnny heeft mij... wat van de Bijbel geleerd. En dat doen we dus, zeg maar. Hij heeft mij geïntroduceerd bij het evangelie. En hij heeft mij een aantal dingen geleerd, ja. Oh, mooi, ja. Zodat het werk van de Vader gewoon door kan blijven gaan. En dat is het belangrijkste. Ja, precies. Ja, ik ben zelf katholiek opgevoed... En ik ben eigenlijk pas de laatste tijd in de Bijbel gaan lezen. En het interesseert me heel erg. Ik vind het heel erg boeiend. Dus, en dat komt door mijn broer Johnny? Ja, hij heeft me toch wel aangezet om de Bijbel te lezen. En ik ben me erin gaan verdiepen in het geloof. En het spreekt me heel erg aan. Oké, nou, ik moet weer verder. Ik moet richting... Rijswijk, ik ben al een beetje laat, dus ik moet er echt misschien kunnen vandoor. We een keer samen praten bij jou thuis of zo. Dat lijkt in de, me interessant. In de studio of in de over studio? Openbaringen 17 en Openbaringen 18. De ware achtergrond van de katholieke kerk. Maar dan zal ik je nog wel tegenkomen. En of we kunnen bij jou of in de studio een bijbelstudie doen. Ja, het lijkt me wel interessant. Ja, het is uit hetzelfde gebouw als Michel Martens en Johnny Matti. Strijkijzer. Ja, dat is echt een heel hoog gebouw, hè? Ja, het hoogste gebouw van Den Haag, heb ik begrepen. Ja, dames en heren, dit was een heel interessante ontmoeting met de broer van Johnny Matti, die u misschien allemaal wel kent. Daniel, tot ziens. Ja. We zien elkaar in de studio. Ja, we zien elkaar in de studio. Oké. Ongetwijfeld. Beste kijkers, Daniel gaat nu naar huis toe. En ik ga verder met mijn vlog. En ik ga nu deze plek verlaten. Henny, zou je niet genezen willen worden? Ja, natuurlijk zou ik genezen willen worden. Om te
dan weet ik wel iemand die jou zou kunnen genezen. Ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Hoe kan ik Rudolf redden? Hoe kan ik Rudolf redden? Neergeschoten? Dat meent u niet. Vader. Rudolf, kijk, dit heb je verknald. Dit heb je verknald, Rudolf. Nee, Roy, schiet niet. Is hij dood? Hij lijkt dood. Hier. Een cadeautje. Henny, ik heb veel van je gehoord. Kom even zitten. Ik ben naar jou verwezen eigenlijk door Gregor Meijer. Die ken je wel, hè? Ja, die kennen wij. Hij heeft me over jou verteld dat je ook heel erg bezig bent met het evangelie, met evangeliseren. Dat je de opvolger bent van Patrick Peters. En daarom ben ik eigenlijk naar je toegekomen om eens te praten over het geloof natuurlijk. Ja. Ik ben door Gregor eigenlijk overtuigd dat die hele gnostiek allemaal onzin is. En dat het helemaal niets voorstelt, omdat Jezus namelijk echt is en leeft. En dat je door hem tot genezing kan komen. En dat sprak mij heel erg aan. Dus je bent bekeerd, hoe is het gegaan? Ja, ik ben volledig bekeerd en ik heb gebeden en ik voelde een kracht in mij komen en waardoor eigenlijk mijn hele wezen, mijn hele leven is veranderd. Oké. Het was de mooiste ervaring die ik eigenlijk in mijn leven heb meegemaakt. Dus je bent aangeraakt door Jezus? Ja, dat kan je wel zeggen. Een hele bijzondere ervaring. Wat kan ik voor je doen? Ja, mijn vraag is dus, ik heb het er met Gregor over gehad, of ik dus eigenlijk genezen kan worden. Want ik heb gelezen in de Bijbel dat als je het echt wil, dat God dat ook kan doen. Dat klopt. Dus vandaar dat ik bij jou kom. Oké, laten we... Ik weet niet precies hoe het is gegaan, dus voor de zekerheid doen wij altijd het zondagsgebed, zodat dat goed is. Wilt u mij nazeggen? Ja. Vader in de hemel. Vader in de hemel. Ik kom tot u. Ik kom tot u. Ik geef mijn oude leven op. Ik geef mijn oude leven op. En ik geef mijn hart aan u op dit moment. En ik geef mijn hart aan u op dit moment. Vergeef mij alle zonden. Vergeef mij alle zonden. Maak mij een nieuw mens. Maak mij een nieuw mens. Ik bid dit in Jezus' naam, amen. Ik bid dit in Jezus' naam, amen. En God zij dank. En God zij dank.
Dus als het goed is, gaat u ervaren wat de Heilige Geest is. En hij zal over u komen wanneer u daar werkelijk over gaat vragen aan God. En hij zal u openbaren wat er dan gaat gebeuren. Mm-hmm. Oké, we gaan kort even voor uw voet bidden, want u had heel veel last van uw voet, toch? Ik ben geboren met een voetafwijking, ik loop met een stok en dat gaat dan wel, maar ja, het is natuurlijk altijd beter om twee gezonde voeten te hebben. Oké, hoe is dat ontstaan dan? Ik ben zo geboren eigenlijk, het is een kromgegroeide voet. Oké, dus u bent zo geboren? Ja. Oké. Laten wij een gebed doen. Ik heb hem vermoord. Ik heb Rudolf vermoord. En dit is het masker. Dit gaat mij helpen. En ik ga het strijkijzer opblazen. Dat is een leuke hobby van mij. God, we komen tot u en we gaan bidden voor Henny Monsels voet. Ik bid u, Vader, of u deze voet zal aanraken. Of u deze voet wil genezen. Wilt u dat op dit moment doen? U voelt nog steeds niks? Er gebeurt nog niet veel. Oké. In Jezus' naam, wilt u deze voet genezen? Ga uit deze voet nu. Ga weg in Jezus' naam. En nu? Ik voel iets. Ja. Je ziet een verandering komen. Ik voel een tinteling door mijn voet gaan. Alsof die helemaal gezond wordt, eigenlijk normaal wordt. Oké, dat is de bedoeling. Ja, fantastisch. Probeer eens te lopen. Ja. Ik kan die stok wel wegdoen. Prezen zij de Heer. Ja. Thank you.
Ja, dat is zeker een tijd geleden, ja. Ik heb een hele tijd heb ik, met Timo zijn we in de Antillen geweest. Mm-hmm. Want onze moeder is dood, helaas. En nu ben ik weer terug samen met Timo. Ja, ik heb heel slecht nieuws over Rudolf Uitreiken. Oh ja? Ja, hij is dood. Nee. Wat vreemd. Hij had allemaal plannen nog. Maar hoe is het dan gekomen? Geen idee. We weten dat hij omgelegd is. En we hebben vermoeden dat het uit mensen uit het verleden is geweest. Criminele figuren. En jij kent natuurlijk... Arno van der Graaf ken je zijn... Ja, vroeger hadden we contact met Arno van der Graaf, maar... en ik ken natuurlijk ook Roy Rochelle, zijn opdrachtgever. En zou die er dan misschien achter zitten? Het zou kunnen.
Maar vertel eens van vroeger, wat waren jouw ervaringen met Roy? Ja, hij kwam dan bij mij langs om drugs te verkopen, omdat Arno dus uitgeschakeld was of niet kon. En dan verving hij eigenlijk Arno van de Graaf. Hé, hey, Michel. Hé, hey, hoor, hoe is het? Ja, tijd geleden, joh. Nou, zeg dat wel, ja. Je hebt... Heb je wat bij je? Tuurlijk heb ik wat bij me. Kijk eens. Ah, burencocaïne. Wat mooi. Hoeveel wil je ervoor hebben? Ik heb dit voor je. Ja, ja. Hé, die is vals. Ja, het is een grote in een brilgap. Oké, maar je hebt wel geld? Ja, ik heb geld, ja. Maar wat krijg je nog? Volgende keer, zei je toch? Ja, hoeveel is het? Nou, het is zo ongeveer één zakje kost 50 euro. Ja, dat is wel te doen hoor. En heb je al nieuwe mensen gevonden? Nieuwe die mensen? Die je bespioneert, zeg maar. Laat ik even zitten. Nee, eigenlijk niet. Je hebt geen nieuwe foto's gemaakt van de sterren. Ik heb, laatst heb ik nog, kijk hoor, wie was dat ook alweer? Gerard Joling gefotografeerd. Gordon. Eigenlijk iedereen van de toppers. Ook die heb je nog niet geholpen. En zijn kinderen. Ja. En zijn vrouw. Dus dat gaat wel goed. Wat ga je in het programma zeggen dan? Ook een beetje in de vuilniszakken gesnuffeld. En dat wordt een heel interessant programma. Oké. Je moet er gewoon wat door. Geet wel. Ja. Onopvallend. Want anders krijg ik misschien nog wel problemen met de politie, weet je wel. Ja, precies. Ja. En moet ik het dan volgende keer aan jou betalen of komt er iemand anders? Nou, de volgende keer kom ik nog wel, maar ik moet naar Thailand. Vrouwen prostitutie in krijgen. Ja, ja. En daar hebben wij ook een netwerk van, eigenlijk van die gehandicapte gasten. Die zijn super lief, die vrouw trappen zo erin. Ja, ja. En zo lopen we ze de prostitutie in. Hier ook in Nederland is het er meer. Die meisjes zijn zelfs nauwelijks 13, joh. Zo. Maar ze trappen er gewoon in. Ja, ja. Ze komen de clubs binnen. Want wij geven ze toestemming, wij geven een paspoort dat ze 18 zijn. En dan staan die, die jongens van de gehandicapte club die midden, staan ze op te wachten. Oh. En dan worden ze gewoon letterlijk versierd. Zo. En zo doen we dat. Maar je houdt je mond hier over. Tuurlijk, ja hoor. En die gozers hebben we laten tekenen met een contract. Zo doen wij dat. Ja, mijn compagnon, die is de directeur daar. En die laat ze allemaal tekenen. Dan staat, als ze niet meewerken, hebben ze dus altijd ja of ja en nee slag. Ja, dat zijn eigenlijk sorry. Geen keuze. Jij daar. Thank you.
hij is bekend met drugstransporten. En ik heb begrepen dat je vroeger ook wel eens een keer een... Ja, ik moest eens een keer een hele grote tas moest ik vervoeren. En ja, dat was dan, die zat eigenlijk ook vol met heroïne. Ja, door de stad, zo door de stad richting Prinsengracht. Ja. Ja. Ja, dat kan ik me nog herinneren, ja. Zo, tientallen van die psychiatrische patiënten. Tientallen van die. Dan doen ze ook nog iets voor je in het drugscircuit? Ze beginnen met de simpele taak. Dat is van die sporttassen door het centrum van Den Haag laten lopen. Helemaal vol met cocaïne, heroïne. Dat is de opvallende route, zodat als zij gepakt worden, gaan wij met een hele grote vrachtwagen om het centrum heen. Dat is alleen maar een afleidingsmanoeuvre. Soms ben ik voor de lokale politie dat dit gebeurt.
Dan worden ze gepakt. Komen ze in de gevangenis. En laten we zo zorgen wij dat die mensen ontsnappen. Mm-hmm. Ja. Op zo'n duistere wijze. Dus ze krijgen steeds een groter strafland. Wij hebben al Loyo met z'n tweeën. Hierover. Een hele organisatie nog. Jongen. Dus wij halen ze uit de gevangenis. Hmm. Ben je niet bang dat er spionnen tussen zitten? Of verklikkers of verhalers van de politie? Daar moet je ook nog op letten, hè? Wij weten precies wat voor lijden binnenkomt. We hebben al die lijsten van die kliniek opgevraagd. Niemand kon ons pakken. Dus ja. Er was eentje. Zo'n jongen ontsnapt naar Den Haag. Dat is niet zo fijn. Nee, want wie weet wat hij allemaal gaat vertellen tegen de politie, hè? Maar ik heb begrepen dat hij nogal ongeloofwaardig overkomt. En de politie gelooft hem niet. Justitie gelooft hem niet. Dat lijkt me ook een heel verward verhaal wat je dan te horen krijgt, ja. En het leuke is, hij stormde een school binnen. Hij wilde, want hij raakte zo in paniek over ons, dat hij een school binnenstormde. Wij een lol hebben. Ja, hij is ontsnapt helaas, maar hoe hij het voor elkaar heeft gekregen, weet ik niet, maar Bas kan hem misschien nog wel achtervolgen. Ja, laten we dat hopen, ja, want het kan gevaarlijk zijn als zo iemand ontsnapt. Ik hoop dat Bas goed zijn werk doet. Ja, zeker, maar als ik een brug maak uit, dan vind ik het prima hoor. Precies, maar dit blijft tussen ons, hè? Uiteraard, ja hoor. Ja, Bas is kaal en heeft een baardje. 1,80 meter. En die houdt wel van een clubpartij. Ja, precies. Dus ja, ik moet er vandoor. Ja, in ieder geval bedankt voor de zending. En dan zie ik uit naar de volgende in ieder geval. Of jij of iemand anders. Dus ik moet de volgende keer nog even terugkomen. Want jij kent die Arne van de Graaf nog? Ja, dat is mijn compagnon. Die neemt het over van mij als ik naar Thailand ben. Oké, ja, dat dacht ik al. Want ik heb hem al een keer hier gezien toen je vorige keer ergens voor de weg was. En dat ging allemaal prima. Oké, ik moet heel snel vandoor. Succes, hè, met de zaken. En ik moet nog een pistool kopen voor het geval dat de politie achter me aankomt. Mm-hmm. Ja, het is altijd beter om jezelf te beveiligen, hoor. Zo, ik moet er echt vandoor, jongen. Oké. Tot ziens. Ik zie je nog wel, hè? Ja, tot ziens. Goed kunnen redden uit die situatie, want het is allemaal net goed afgelopen. Ik geloof een jaartje geleden was je nog bijna... Was je bijna dood dankzij Arno van der Graaf? Ja, inderdaad. Ik ben nog opgenomen geweest. Ik ben met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. En gelukkig is alles weer goed gekomen. Dus, ja. Maar jij bent dus bezig met onderzoek naar de moord op... Rudolf Buitenwijk. En je verdenkt Roy Rochelle ervan. Ik denk het wel. Of Arno van der Graaf, maar daar kan ik niet plaatsen. Ik heb begrepen dat er ook mogelijk een link is naar Strijkijzer, maar veel meer weten we er ook. Dames en heren, ik wou vandaag even het filmpje aankondigen met Rudolf Buitenwijk. Helaas is deze overleden, hebben we pas vernomen. En het was een hele schok voor ons natuurlijk. Maar we hebben gemeend om het filmpje toch uit te moeten zijn, omdat het nou eenmaal op het programma stond. Dus dit is dan de laatste opname met... Rudolf Buitenwijk.
Dames en heren, ik ben hier in het huis van iemand, een bekende en belangrijke Hagenaar. En dat doe ik in de serie Op bezoek bij, Gregor Meijer op bezoek bij die en die persoon. En vandaag is het iemand met wie ik al eerder heb gesproken in een eerder vlog. En we gaan nou kijken wie dat is. We komen hier zijn woonkamer binnen. En we zien hem hier zitten. En dames en heren, dit is hem. Ja, hallo. Ik ben Rudolf Uiterrijke uit Leiden. En mensen een geweldige... Openbouw voor is veel te duur vandaag de dag. En dat willen we radicaal gaan veranderen. En we willen ook een basisinkomen van de mensen gaan regelen. Ja, tussen haakjes, ik heb even een vraagje aan jou. Zou jij niet van je Leidse accent af willen komen? Ik? Leidse accent? Zou je niet ervan af willen komen, van je Leidse accent? Iedereen vindt het een charme van mij. Ik kan je les geven in Nederlands. Oh, dan beginnen we bijvoorbeeld met het Spaanse de orkaan doorstaan. Het Spaanse graan heeft... De orkaan doorstaan. Het Spaanse graan heeft de orkaan... Hou maar op, ik ben echt een leider, ik leer dat nooit meer af. Het vieze lucht uitstoten, wij willen graag trolleybussen in Den Haag hebben. Dat is in Arnhem. Dat zal dus in Arnhem. Die trolleybussen, dat is een uitkomst, want bijna overal hangen er al van die... kabels, en Rotterdam ook. Dus in alle grote steden waar de kabels hangen, daar willen we trolleybussen gaan inzetten. Die ook eventueel op zeer milieuvriendelijk gas gaan rijden. Maar het grootste gedeelte moet uit de kabels komen. En in Den Haag zijn er een heleboel kabels, in Rotterdam, in Amsterdam en in Utrecht ook. En wij willen dus ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk trolleybussen komen en goede trams. En het moet betaalbaar zijn voor elke deelnemer van de stad. Dat klinkt dus, goed. Ja. Oké, Rudolf, bedankt voor het gesprek. Ik ga je verlaten. En ik denk dat dit een heel interessant item zal worden voor de mensen thuis ook. Beste kijkers, ik hoop dat u het een interessante vlog vond. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Ja, tot de volgende cake op de week, hè? Tot de volgende cake op de week. Doei! Hey, wie ben jij? Ja, ik weet niet. Wat doet u? Wat doet u dan? Ik ben regisseur Lex. Oh shit, wat is er aan de hand dan? Ga eens kijken hoe in de tas wat er nog zit. Met mij toch? Ja, ik ben regisseur. Ga even kijken. Kijk eens. Shit, hey, wat is dat dan weer? Dat is cocaïne. Hé, laat eens kijken. Even ruiken hoor. Nee joh.
gekend heeft. En dat is ook iemand die bij deze zender werkt. En dat is Johnny Matti. Johnny, heb ik jou aan de lijn? Ja. Ja, hoe is het nieuws op jou overgekomen, Johnny? Ja, ik heb hem altijd gezegd dat hij uit moest kijken met de mensen met wie hij omging. En ik heb hem ook zeker gevraagd om dit voorzichtig te zijn, maar deze man was nooit zo heel erg voorzichtig. Hij ging altijd op de confrontatie aan en ik heb er geen woorden voor. Nee, daar kan ik me indenken. Ik ben er zelf ook helemaal van slag van en iedereen hier bij deze zender. Ja, het was een hele prettige medewerker. En is dat ook op jou zo overgekomen, Johnny, dat het een prettig persoon was? Ja, een prettig persoon, maar wel iemand met heel veel problemen. En ook, hij werd ook regelmatig bedreigd. En wij hebben ook die mail gevonden in zijn computer. Ja, daar zal ik zo dadelijk nog even op terugkomen, dames en heren. Johnny, hoe vond jij de samenwerking met Rudolf? Ja, ik kende hem eigenlijk veel meer privé dan zakelijk. Hij had meer contact met Gregor, zeg maar. Ja, ik weet wat betreft televisieuitzendingen. Hij trok ook heel veel met Barney en Gregor op voor zijn partijprogramma, maar ja, helaas is hij doodgeschoten en dat vinden wij verschrikkelijk. En jij bent natuurlijk een man van God. Voelde Rudolf zich aangesproken tot wat jij te vertellen had over de Bijbelse boodschap? Absoluut niet. Hij wil daar absoluut niets, maar ook niets van weten. En ik heb vele malen gewaarschuwd en video's laten zien, maar het kwam gewoon niet aan. Hij was totaal niet open voor het geloof, dus we vrezen het ergste. Heb je enig vermoeden of Rudolf ook contacten had met de onderwereld? Of heb je daar geen idee van? Nou, vroeger was hij nogal bezig met de held uit te hangen, een soort van Robin Hood. En ja, nu heeft hij dat met de dood moeten bekopen. Wat wilde hij, weet jij er iets van, wat wilde hij eigenlijk met de Partij van de Vrede die hij op wilde richten? Had hij daar een bepaalde doelstelling mee? Hij wilde met name het openbaar vervoer weer betaalbaar maken. Ja, eigenlijk al zoals in de jaren 80. Die prijs was een mooie prijs. En daar wilde hij terug. Misschien, hij streefde ook naar gratis, maar dat was bij de andere partijen absoluut niet bespreekbaar. Nee, dat was eigenlijk zijn voornaamste programmapunt, het politieke programmapunt. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, het is, dames en heren, het is voor ons een raadsel nog steeds. Ja, dankjewel, Johnny, voor dit gesprek. Ja. Een raadsel waarom Rudolf vermoord is. Er is namelijk op zijn computer is er een e-mail gevonden waarin iemand dreigde met een aanslag op het strijkijzer. En ja, dat is namelijk een zeer grote bedreiging natuurlijk, want het is het hoogste gebouw in heel Den Haag. En ja, het gekke is, dames en heren, dat ik een tijd geleden heb ik een droom gehad dat het strijkijzer, de studio waarin ik hier sta, dat het werd opgeblazen, dat er een vreselijke explosie was. En ik hoop natuurlijk niet dat dat een voorspellende droom is geweest. Dames en heren, hiermee wil ik de uitzending afsluiten. Ik dank u voor uw aandacht. We'll be right back.
Dag Timo, met Sandra. Ja, ik weet niet wat ik moet doen. Ik ben overvallen. Mijn portemonnee is weg. Wat moet ik nou doen? Blijf kalm, Sandra. Ja, ik ben gewoon helemaal van geschrokken. Ik sta helemaal te trillen. Ben je thuis op dit moment? Dan kom ik even langs. Kan je alsjeblieft even hierheen komen, please? Oké. Geen probleem, Sandra. Ik kom er nu aan. Blijf kalm en dan zie ik je zo. Tot ziens. Hoi. Oké, tot zo dan. We zijn hier bij Ronald Marcus. En Ronald, jij zit lekker te eten, hè? Nee. Kun jij je nog herinneren dat wij het hadden over de gnostiek? Nee. Want zij vond het geloof ik niet zo leuk dat ik dat verteld, hè? Nee. Maar ik hoop dat je me niet kwalijk neemt. Maar... Zand erover dus. Je bent tv aan het kijken, hè? Nee. Ach niet. Nee. Hou je van tennis? Nee, absoluut niet. Nee, daar niet op. Dus je hebt er een hekel aan? Ja, leuk toch. Dit is Roland Garros. Roland Garros. Ja, ik zelf hou helemaal niet van tennis, maar nee. Ik vind het een beetje saai, maar af en toe vind ik het wel leuk om naar te kijken. Timo, ja, je moet me helpen. Ik ben weer rood op straat, mijn portemonnee is weg. En ik kreeg een pistool in mijn rug. En ik moest meekomen naar een stilgelegen plekje. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik ben zo bang. Wat verschrikkelijk, joh. Wat moet ik nou doen? Ja, ik weet het niet, maar... Ik zeg niet meer! Ja, er is wel een oplossing, joh. Maar wat dan? Ik zit helemaal te beven van angst. Ja, mijn broer eigenlijk. Lex, die gaat het onderzoeken, oké? Oké. Ja. Wat is er voor de rest gebeurd? Want ik had gehoord aan de telefoon dat je aan het pinnen was. Ja, ik was aan het pinnen en ik moest geld opnemen. Ja, en toen zag je die enge man, zeg maar. En toen liep je naar het park, want je wilde hem afschudden. Ja. En toen bleef hij achter me aanlopen. En toen had hij een pistool. Ja, die hield hij in mijn rug en hij duwde me mee. Van, je moet meekomen nu. En dan zei hij niet waarom. Oké. Dat is erg, meid. Laten we even gaan zitten. Oké. Sandra. Ja. Hoe zag die gast eruit? Ongeveer even lang als ik. En zwart krullend haar en een zwarte jas. Oké. Had hij nog iets anders? Een bril op of een snor? Of weet je dat niet meer? Nee, ik weet het niet meer. Het ging allemaal zo snel. En wat voor type is het? Wat, is het een Nederlands type nee. Of Zuid-Europees? Ik denk van Italiaanse afkomst, denk ik. Want okay. Het is moeilijk te zien. Dat is heel moeilijk te zien. Dat is vervelend, zeg. Dat is echt heel erg vervelend. Ik denk ik ga Lex even bellen. Om te kijken of hij wat voor je kan doen. Ik weet nu een klein beetje wat we kunnen doen. En Lex is heel goed in zijn vak. Een detective, rechercheur. En hij kan het beste kijken naar het hele verhaal, zeg maar. Dus hoe het gaat, zeg maar. Vind je dat een goed idee dat ik hem even bel? Ja, maar moet ik geen aangifte doen bij de politie of zo? We gaan aangifte doen. Ik ben bang, ik durf nergens meer alleen over straat. Ja, dat snap ik. Sandra, het komt helemaal goed. Ik weet niet of we hem heel snel kunnen vinden.
Maar Lex zijnde, die gaat, als hij iets ruikt, dan gaat hij er altijd heel erg achterna, zeg maar. Oké. Okay. Wil je wat drinken of wil je een glas water hebben? Nee, dank je. Ik ken honger, okay. Ik heb geen dorst. Dat snap ik. Ja, en het is vanmiddag gebeurd, zeg maar. Ja, ik ben al mijn pasjes kwijt. Mijn geld, mijn pasjes en mijn portemonnee. Heel vervelend. Heb je al de hulpinstanties gebeld? Heb je al de gemeente gebeld? Nee, ik heb jou als eerste gebeld. Ik wist het gewoon even niet meer. Ja, dan ga ik voor jou bellen. Want je bent nu helemaal overstuurd. Dan ga ik dat voor jou doen. Dan gaan we dat oplossen. Want ja, als je paspoort afgenomen is en je pasjes en hij heeft je pincodes, dan is je rekening straks leeg. Dat kunnen we niet veroorloven. Nee. Nee. Assistentie! Hey, gooi, kom gauw. Naar de meer en bos. Ik heb een regisseur gedaan. Ik heb handel. Lex. Timo, je broer. Ja, ik ben terug uit Antillia. Ja, ik heb even een probleem. Een vriendin van mij, Sandra, is overvallen. Ja. Helemaal overstuur. Ze is overvallen door een man, Italiaans type. Krullend haar. Zwarte jas. Ongeveer 1,75 meter. Oh, hij staat al in het systeem. Oh, oké. Okay. We gaan kijken wat we kunnen doen. Maar je weet niet waar hij zich op dit moment bevindt. Oké, okay, hij is wel gesignaleerd, maar in die sportwagen met die cabriolet bedoel je? Hoe krijgt u het van elkaar dan om mensen te beroven dan? Ja, gestoord. Dat is echt gestoord, man. Ik weet niet waar die man mee bezig is, maar volgens mij is hij helemaal gek aan het worden. Oké, we gaan dat doen. Bedankt, tot ziens, hoi. Goedendag. Welkom bij het programma. Ik ben Daniel. Ik vervang even Johnny Motti met het programma. En we gaan kijken naar een van de dingen van de laatste dagen. Wij leven in de eindtijd zoals mijn broer Johnny Motti heeft gedaan. Ik ben Daniel Motti en ik wil u laten zien iets. Een van de belangrijkste dingen is
dit plaatje met driehoek. En als we gaan kijken, zien we met deze driehoek bovenaan de antichrist die komende is. En we zitten al met verschillende dingen waar we mee te maken hebben. En ik zal dit laten zien dichterbij. En u ziet dat bovenaan staat straks de antichrist, zoals u ziet, die komende is. In verschillende vormen zijn er al antichrist personen opgestaan, mensen die al antichrist vertegenwoordigen, maar de officiële antichrist is nog niet geweest. Zoals u ziet, ziet u hierboven criminelen, daarnaast de asociale rijken die alle dingen besturen. En dan krijg je de popartiesten, waaronder Eminem, Marilyn Manson en nog een aantal van de mensen die de illuminatie vertegenwoordigen. Krijg je de religieuze leiders, krijgt verkeerde acteurs die ze absoluut allemaal rare dingen doen op in de films die mensen massaal verleiden. Dan krijgen we natuurlijk het Vaticaan en de satanisten. Allemaal staan deze onder de noemer antichrist. In het midden ziet u het alziend oog. U ziet hier het alziend oog met de Verenigde Naties die de wereld wil besturen, wat later ook wel Unite zou heten. Het zou kunnen heten One, maar de Verenigde Naties is de voorloper van het Unite of het komende Rijk van de Antichrist wereldorde. Vlak na de Tweede Wereldoorlog werden de Verenigde Naties opgericht en alle landen waar die zich misdragen op dit moment, die worden aangepakt door de Verenigde Naties. Daaronder krijgt u de gemiddelde burgers, burgers die het goed hebben meestal, mensen die 40 jaar voor een baas hebben gewerkt met gezinnen en met kinderen en auto's en allerlei bezit. En daaronder komen dus eigenlijk de onderdrukten. Wereldwijd worden er miljoenen christenen onderdrukt, voornamelijk in de derde wereldlanden. Ook in het Midden-Oosten worden christenen enorm onderdrukt. Dan inderdaad de kinderen, waarvan vele kinderen ook misbruikt worden, gehandicapten. Dan krijg je de zieken, dan krijg je de ouderen die het ook steeds moeilijker krijgen, dan krijg je de Joden, de moslims en andere zwakkeren. En voornamelijk Joden en moslims worden voornamelijk enorm onderdrukt ook. Onderschat dit niet, mensen, want vele mensen zullen onderdrukt worden. En wanneer de antichrist zou komen, zou er één wereldrijk komen wat 7 jaar regeerd zou worden door de antichrist. En dat is iets wat nu gaande is. En dat gaat straks allemaal naar één grote climax gaan. Aan het eind van de tijd zal de aarde en de hemel verdwijnen. Maar de woorden van de Heere Jezus, de woorden van Jehovah God, zullen
nimmer vergaan. Aarde en hemel zullen vergaan, maar de woorden van God, Jehovah, zullen nooit vergaan. Het woord van de Bijbel zal altijd bestaan. Aarde en hemel zullen vergaan, maar Jezus zal altijd bestaan. En dat is straks wat gaande is na de grote verdrukking. Vlak voor de grote verdrukking zullen er zal de opname zijn van de bruid van Christus. En zorgt u ervoor dat u gereed bent voor deze opname. Video's. Ja, Lex hier. Je pakt die ontsteking. Je loopt het gebouw uit. Je steekt zo snel mogelijk over en je gooit de bom in het water. Ja, en dat is de eerste bom die dan afgaat. En dan de rest. Dus wees snel, Sandra. Precies. Snel, want wij kunnen het niet doen. Want als wij het doen, dan hebben we een serieus probleem. Het moet iemand zijn die niet van de politie is. Dat valt minder op. Ja. Precies. Precies. Want zonder vrijwilligers was waarschijnlijk het hele strijkijzer geëxplodeerd. Zonder jouw hulp konden we het nooit doen. Dus ik heb hier de spullen en die ga ik straks even uitpakken. Dus laten we die kant op lopen. Okay. Zo, ik heb hier de spullen staan. Kijk, kunt u deze? Ja.
lezen? Ja. Hij is een glooiend paar volgens mij. Hij zegt dat hij niks gedaan heeft. En hij heeft deze gebruikt. Ja, klopt. Dus ja, dan gaan we de rechtszaak starten. Dat is ook gedaan. Hij moet gaan zitten voor, ik weet niet hoeveel jaar, misschien 20, 30 jaar. Mm-hmm. Voor, ja, want het is het beraamd van een aanslag. Dus dat is een zeer ernstig vergrijp. Moet het daar nog voor getuigen bij de rechtszaak of dat is niet nodig? Nee, hij is gewoon bij, je hebt die verklaring afgelegd. Zoals ik al gezegd heb, eerder hebben wij het plaatje van de huidige situatie, de komende situatie, en dan krijgt u het beeld van de wereld zoals die nu is. Maar wat gaat er veranderen? Ik zal het u laten zien. Aard en hemel zullen vergaan. Maar het woord van Jehovah God zal altijd blijven bestaan. En dan krijgt u een omgekeerde driehoek. Met de onderdrukten, de mensen bovenaan die lijden. En Jezus die wederkomt, uiteraard. En uiteraard geen kwaad meer. En het kruis van Jezus, wat symbool staat voor het christendom. En mensen, aard en hemel, zij zullen vergaan, maar zijn woorden zullen blijven bestaan. Bedenkt u dat goed. Ik wens u een hele fijne dag verder en tot ziens. We gaan door naar de volgende uitzending. Tot ziens. En hier, de ontsteking. Ik zeg niks. We hebben hier het masker. Ik zeg helemaal niks. En we hebben hier het moordwapen. Ik zeg helemaal niks. We hebben alles, hebben wij bewezen. Jou schuldig. Ah, hoe gaat het met jou? Hé, hey, hoe gaat het? Leuk dat je er even langskomt. Ja, zou ik mijn jas even uitdoen? Het is erg warm in die zomer. Oh, je hebt een wapen bij je. Voel je niet veilig of zo? Ja, nee, de politie heeft tegenwoordig altijd wapens bij zich. Dus ja, tegenwoordig moet dat wel, hè? Ja, dus ik was detective. En nou hebben ze mij een andere functie gegeven. Mm-hmm. Ik ben rechercheur geworden. En ik mag onderzoeken doen. En het wapen is heel belangrijk. Wil je hem eens vasthouden? Ja, ik vind wapens altijd een beetje eng. Is die geladen? Nee, in ieder geval hij is veilig. Want dit is dus een wapen niet mee schieten alsjeblieft. Want dan gaat hij af. Ja. Nee, ik vind het maar een eng ding hoor. Ja, pistolen zijn altijd eng. Ik hoop er nooit gebruik van te maken. Nee, ik kan me voorstellen. Nooit gebruik van te hoeven maken, maar je snapt het wel. Het is gevaarlijk vandaag de dag met die terroristische aanslag. Ja, en als je bij de politie werkt, dan moet je wel bewapend zijn. Ja, tegenwoordig wel, want met die Roy Rochelle. Laten we zo dat is ook een gevaarlijke figuur. Hè? Ja. Die hebben we met z'n allemaal te grazen genomen. We hebben hem in de val gelokt.
En we hebben net op tijd die bom natuurlijk ontmanteld. Ja, dat was mooi werk, ja. Ja, en dankzij Sandra is alles helemaal picobello. Ja, en we moeten dat ook uitgebreid in het nieuws brengen, denk ik, via de tv. En dat het allemaal, hoe het allemaal gegaan is. Ik denk dat jullie nog wel uitgenodigd worden voor een interview. Ja, we kunnen kijken wat we doen, want het is een beetje nog steeds heel gevoelig. Dan zijn jullie altijd welkom, hoor. Ja, te vertellen erover. Er zijn beelden van, dus dat kunnen we dan laten zien. Oké, Maar waarom ben je eigenlijk hier gekomen? Ja, om het heugelijke nieuws te vertellen dat Rodrigo gepakt is. Mooi. En hij is... Wordt hij nou ook veroordeeld of krijgt hij nog een proces? Hij krijgt nog een proces en hij heeft natuurlijk hopelijk zijn lesje geleerd. Maar ik heb hem geconfronteerd, helaas is dat niet zo. Dat hij blijft. Heeft hij toegegeven dat hij het is? Nee, maar al het bewijs hebben we wel tegen hem, zeg maar. Dus hij blijft ontkennen, maar we hebben al het bewijs inmiddels. Dus. Ja, ik denk dat hij zo lang mogelijk blijft ontkennen. Zo'n figuur is het wel, ja. We hebben een vuurwapen gevonden. Dat is trouwens een andere dan deze. We hebben zijn masker gevonden. Ze hebben die ontsteking gevonden. En die bom die was afgegaan in het water. Er staan al zijn vingerafdrukken natuurlijk ook op. Volgens mij heeft hij alles met handschoenen gedaan. Oh, zo slim is hij wel. Zo slim is hij wel. Ja, dus... Ik denk dat het toch wel genoeg bewijs is om hem, zeker... En de kogels kwamen uit zijn pistool bij Rudolf. Zeker uiteraard. Wel voor een paar jaar de bak in, denk ik, hoor. Hopelijk, ja. Ja. Ik moet gauw weer verder. Ja. Dat is een waar genoeg u tot moeten, meneer. Ja, meneer... En dan zien we elkaar binnenkort in de studio, hè. Ja, meneer Martens. Ik heb het weer druk, de plicht gaat hoppen. Dus... ik wens je een hele fijne dag. Ja, hetzelfde, hè? En dan zien we elkaar wel weer een keer, denk ik, in de studio of waar dan ook. Oké. Want er gebeurt zoveel aan criminaliteit tegenwoordig dat ik denk niet dat je stil zit. Nee, het is 7 dagen werk tegenwoordig, hoor. Ja, dat denk ik ook. En ik heb promotie gemaakt natuurlijk. Eerst was ik detectieve. Oh. En nu ben ik... rechercheur, eigenlijk leiding van de rechercheurs. Maar ik moet ook een wapen bij me dragen, want ik moet school een voorbeeld geven. Ja. Vandaar. Dus. Misschien schop je het nog eens tot commissaris. Ja, we hopen, hè. Ja. Dus, ik moet er echt van door. Oké, tot ziens. Okay, tot ziens.